Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En we gaan vandaag eens even de vraag Riley video's video opnemen. Video's, nee, één video gewoon. en ik heb daarvoor mijn telefoon bij de hand. En dan gaan we het even mailtjes lezen. Ik heb ook een aantal mailtjes gekregen van mensen die zeggen, wil je dit niet in de video zetten? Uiteraard doe ik dat ook niet dan trouwens. Maar dan krijg je gewoon een reactie. Dat kan wel even duren, want ik heb best wel veel mailtjes gekregen. En daar ben ik hartstikke blij mee. En ik vind het ook hartstikke fijn om jullie op deze manier te helpen. Ik heb trouwens een andere bril op, maar dat is mijn leesbril. Want als ik mijn andere bril, dan kan ik dit niet lezen. Dus ingewikkeld. Ik moet inderdaad naar de opticien. Daar moet ik even een afspraak voor maken. Maar goed, even op naar de berichtjes. Even kijken, we gaan de meeste van je even voorlezen. Hey Riley, ik zit al bijna 2 jaar niet lekker in mijn vel. En ik ga ook al bijna 2 jaar niet meer naar school. Ik ga al een half jaar naar een zorginstelling, omdat ik dus ben uitgevallen op school. Op school was ik altijd een super verlegen en onzeker persoon. En ik vond het ook altijd moeilijk om contact te maken met andere kinderen. En ja, ik merk dat het al stukken beter met me gaat sinds ik op de zorginstelling zit. Maar ik voel toch nog wel dat ik een onzeker, bang en verlegen persoon ben. En mijn 2 vragen aan jou zijn, heb jij tips of dingen die ik kan doen, zodat ik zelfverzekerder word? En als ik weer naar school ga, hoe kan ik dan goed contact maken met andere kinderen? Ja, onzeker zijn. Eigenlijk zijn wij allemaal onzeker. Ik ook. Ik ben ook onzeker. Weet je, en over het algemeen is onzekerheid gebaseerd op het feit dat we zo graag gezien willen worden en geaccepteerd willen worden tot wie wij zijn. Zoals je eruit ziet of zoals je je gedraagt, de dingen die je doet. En op het moment dat jij onzeker bent, dan mis je dat stukje gewoon een beetje over wie jij nou in de kern bent. En hoe kan jij zekerder worden? Weet je, ik denk dat het begin heel belangrijk is hoe jij naar jouzelf, naar jouw eigen zelf kijkt. Want als jij onzeker bent over jezelf, dan is dat natuurlijk voor een ander heel lastig om op een andere manier naar jou te kijken. Weet je, als jij vertrouwen hebt in jezelf, dan straal je dat ook uit. Ik zeg ook altijd, wat je zaait, zal je oogsten. Dus zaai jij onzekerheid, dan krijg jij onzekerheid terug. En zaai jij boosheid, dan krijg jij boosheid terug. En dat is in dit geval ook zo. En ik denk, wat jij het beste zou kunnen doen, is jezelf zekerder maken, is door, dat kan bijvoorbeeld door op een judo te gaan of een bepaalde vechtsport. En dat is niet om te kunnen leren vechten, dat is niet nodig, maar wel om een stukje discipline te kennen, maar ook jezelf, je eigen kwaliteiten. En ik weet zeker dat er andere kwaliteiten in jou zitten. Ik ken je natuurlijk niet, ik ken jou niet persoonlijk, maar iedereen heeft kwaliteiten. En de een is heel goed in het een en de ander is heel goed in het ander. En dat zijn de dingen waar jij op het beste op kan focussen. En één ding moet jij niet vergeten. Je kan niet de hele wereld en alles en iedereen tevreden houden. Er zullen altijd mensen zijn die je niet leuk gaan vinden. En dat heb ik ook. En ik krijg ook heel vaak reacties van, hey Riley, ik vind jou hartstikke leuk, maar mijn moeder vindt je stom. Ja, dat kan. daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat je daarmee kan proberen te zeggen, is wat ik ook doe, en het is best wel lastig als je wat jonger bent. Op het moment dat ik ergens sta en iemand doet lelijk, of die zegt iets lelijks over mij, dan haal ik eigenlijk altijd mijn schouders op. Want diegene vindt mij misschien stom. Ik vind Riley stom. Ja. Ik niet. Ik vind mezelf niet stom. En ik vind het vervelend voor diegene dat ik iets in diegene trigger wat hem irriteert. Maar ik kan daar niks aan doen. Dus op dat moment laat ik dat gevoel bij diegene. En dan kan diegene maar beter gewoon weglopen als die mij niet aardig of leuk vindt. Ik kan daar serieus weinig aan veranderen. En dat geldt voor jou ook. Je hoeft niet de hele wereld tevreden te stellen. En probeer, maar het belangrijkste is jezelf
Wees tevreden met wie jij bent. Weet je, en dan komt de rest vanzelf. En dat moet je stapje voor stapje doen. En Star Stable is daar een hele mooie tool voor. Weet je, niemand ziet jou letterlijk. Die ziet gewoon jouw poppetje. En dan kan je gewoon proberen met een gesprek aan te gaan zonder dat iemand jou aan kan vallen op hoe je eruit ziet. Als jij denkt dat iets is wat jou kwetsbaar maakt. Ja, ik hoop dat je wat aan dit advies hebt. Laat het mij weten even in een mail. Degene over wie het gaat weet het vast. En ik stuur ook trouwens altijd een antwoord even terug hoor. Dus dat komt helemaal goed. We gaan even op naar de volgende vraag. Even kijken. Die katten zitten heen en weer te rennen. Dus ik weet niet of je dat hoort. Even kijken. Hoi Riley. Ik merkte sinds ik op de middelbare school zit dat het steeds slechter met me gaat. En ik was een poosje clean, maar ik begon steeds vaker mezelf te snijden. Mijn ouders zeiden ook steeds tegen me dat ik minder moest gaan eten. Dus deed ik het. Werd zelfs zo erg dat ik elke dag niks at. En dat ik flauw viel bij gym en heel duizelig werd. Mijn ouders kwamen erachter dat ik mezelf sneed. En mijn vader zei dat het lekker verder moest gaan doen, want ja, aandacht, zei hij. Het ging thuis ook steeds slechter. Papa begon borden naar mijn hoofd te gooien en me uit te schelden. Ik probeerde mezelf erg te stoppen met mezelf te snijden. Maar het is gewoon moeilijk. Ik ben nu 3 dagen clean. Nou, als eerste, ik hoop dat je nog steeds clean bent en dat je je nog niet gesneden hebt. De thuissituaties zijn altijd heel lastig, weet je. En ik kan sowieso niet kijken hoe het bij jullie thuis of bij iemand thuis eraan toe gaat. Wat ik wel weet is dat, en wat ik jou als dat even als ouder kan antwoorden, zeg maar. Weet je, als ouder zijnde wil je het beste voor je kind. En als je een puber, dochter of zoon hebt en het puber is gewoon tussen de 10 en de 25, dan is dat voor een ouder best een lastige leeftijd. Omdat je weet dat je kind, die gaat de hormonen spelen door je lijf. Je gaat op een gegeven moment kijken wie ben jij, wat wil je, hoe sta je in het leven en hoe kijken andere mensen naar jou. En als ouder is dat soms heel lastig sturen, omdat je niet altijd vat hebt meer op wat je kind doet. En als ze klein zijn, dan kan je zeggen, kom, we gaan naar de winkel. Maar als ze, of we gaan dat doen of dat doen, en dan kan je ze meenemen. Maar als ze wat ouder worden, gaat dat niet zo goed meer. En dat is soms gewoon echt heel lastig. En op het moment dat jij je snijdt of krast, hè, want vaak begint het met krassen, dan denken ouders inderdaad vaak van, dat is een stukje aandacht. In de kern is dat ook zo. Want de aandacht is vooral, jij wil jouw eigen aandacht verplaatsen. Dus het is inderdaad een vorm van aandacht. Daar heb jouw vader gelijk in. Alleen, ik denk niet dat hij, ik denk dat hij het anders, ik denk dat jij denkt dat hij het anders bedoelt. En ik denk eerder dat jij zoiets hebt van, die denkt dat ik aandacht wil. Daarom ga ik me snijden. Dan krijg ik negatieve aandacht, is ook aandacht. Kijk, als jouw vader dat denkt en jij, dan is het aan jou om aan je ouders uit te leggen hoe het echt in elkaar zit. Ik krijg vaak berichtjes van kinderen die mij iets mailen dat ze in conflict liggen met hun ouders. En dat is toch vaak een tekort aan een stukje communicatie. Ouders zijn ook maar mensen. Weet je, en die proberen ook maar hun best te doen. En die hebben ook een verleden gehad en een jeugd. Ze doen eigenlijk ook maar wat. Zo is het serieus waar. En dan kan je hun ook niet kwalijk nemen. Want je krijgt er ineens een kind en daar moet je gewoon ineens voor zorgen. En daar moet je hopen dat je het op een goede manier doet. En op het moment dat een kind in de puberteit komt en het blijkt niet lekker in zijn vel te zitten, dan voel je je als ouder ook heel erg schuldig en tekort gedaan. Alsof je zelf iets verkeerd hebt gedaan. En dan kan dat zich uiten in boosheid. Weet je wel, dat je boos bent op je kind. Van, ja, verdorie, weet je, waarom doe je dat nou? Ik doe zo mijn best. Ik moet ook nog naar mijn werk. En ik heb ook al problemen daarmee. Want ook ouders hebben zorgen, hè? Als je ouders nog ook ouders hebt. Dus een opa en een oma. Weet je, maar die zorgen vertellen ouders vaak niet met hun kinderen. Want dat hoeft ook niet. Maar ze zitten er wel. Ouders die gaan niet fluitend door het leven. Ik zeg tegen Gert ook wel eens van, joh, ik vind volwassen zijn helemaal niet leuk. want weet je, kleine kinderen hebben kleine problemen. Maar hoe ouder je wordt, dus te groter je problemen ook gewoon zijn. Weet je, de financiële problemen. Vooral nu met de economie die in elkaar knalt. De elektriciteit die mega duur wordt. Boodschappen die hartstikke duur zijn. Je ouders misschien, of jouw opa en oma dan, hè, die misschien, waar het helemaal niet goed gaat. Misschien hebben ze ruzie op het werk. Misschien hebben je ouders wel een beetje onderling wat conflicten. Het kan allemaal.
En daar merk jij als kind natuurlijk niet zo heel veel van. Maar dat neem je ouders wel mee in hun dagelijks gevoel. En weet je, ik denk dat we als gezin, hè, dat het belangrijk is om te blijven communiceren. Want daar stagneert het gewoon echt heel vaak. En ik denk in jouw geval dat het echt, dat ik wil echt adviseren om met je ouders te gaan praten. En niet tussen neus en lippen door van, hé pap, ik moet even met je praten. Nee, ga gewoon eens zitten en zeg eens, nou, ik wil graag eens even met jullie praten. En wel hier en hier om. En leg gewoon rustig uit hoe je je voelt. En als je dat op die manier niet kan, stuur ze dan een mail. Maar schrijf daar ook in van, joh, ik weet dat jullie het idee hebben dat ik me aanstel, maar zo voelt het voor mij niet. En ik vind dit echt heel lastig. Ik voel me echt niet lekker in mijn vel en ik wil graag hierin een stukje hulp. Kunnen jullie mij hierbij helpen? Weet je, dan is dat een vele fijnere vraag waar een ouder iets mee kan. Want ook al kunnen hun je niet helpen, dan kan je met elkaar wel zoeken naar iets of iemand dat jou wel kan helpen. Want overal is uiteindelijk een oplossing voor. Ik ben hier om te helpen. Meer informatie over Siri vind je op de Apple-website. Nou, weet je, desnoods vraag je dan Siri. Die kan ook helpen. Nee, maar even zonder gekheid. Weet je, communiceren met binnen een gezin is zo ontzettend belangrijk. En ook voor ouders hoor. Ouders die zullen ook daarin een stukje moeten geven en nemen. En die moeten daar ook aan wennen dat hun kind wat ouder wordt. En ook een eigen hoofd heeft en nadenkt. En ook het leven baseert en gevoel gebaseerd is op het verleden. Dus ik hoop dat je wat aan dit antwoord hebt. Ik hoop dat je wat aan dit antwoord hebt. Weet je, en dat je er wat mee kan. We hebben er nog eentje. Even kijken. Dit is een heel lang verhaal, maar we gaan hem even lezen. Hey Riley, ik had uw TikTok gezien en ik hoop dat u mij ook moet helpen. Ik ben een tijdje geleden toegelaten in een club op Starstable waar ik een hele tijd al in wou. En waar ik natuurlijk ook blij mee was. Alleen, ik hoor er niet echt bij en ik heb nog helemaal geen vrienden in die club gemaakt. Wat mij dan wel opvalt is dat mensen die later gejoind zijn dan mij er wel al helemaal bij horen. En al heel veel vrienden hebben gemaakt. Ik vraag me er ook echt af of dat aan mij ligt. Ik doe echt mijn best om actief op hun Discord server te zitten. En te zijn en te praten tijdens call. Maar omdat ik last heb van sociale angst gaat dat echt heel moeilijk. Ik heb ook steeds het idee dat niemand me mag. En dat ze me raar vinden en zo. Ik had sinds vandaag alleen het idee om mijn eigen club op te richten. Als clubeigenaar ben je natuurlijk wel de belangrijkste. Dan val je er dus ook niet makkelijk buiten. Alleen vind ik deze club gewoon zo leuk. En ik wil er echt niet uit. Maar het is ook helemaal niet leuk dat ik er niet bij hoor. Als ik mijn eigen club opricht en dus uit deze ga, dan kan ik natuurlijk niet zomaar terug. En als het niet lukt om via de nieuwe club een goede actieve club te maken, heb ik dus eigenlijk geen club meer. Deze club past eigenlijk heel goed bij me qua activiteiten. En dat is precies wat ik leuk vind. En als ik ga en mijn eigen club zou maken, zou ik ook zulke activiteiten doen. Alleen dat zijn dus de mensen waarmee ik moeilijk aansluiting vind. Als ik gewoon vrienden in deze club zou hebben en erbij zou horen, zou ik absoluut niet uitgaan. Ik weet eigenlijk dus niet wat ik zou moeten doen. Zou u me willen helpen als dat kan? Natuurlijk wil ik dat. Ik wil je in eerste instantie eerst een vraag stellen. Wat moet er gebeuren om jou het gevoel te geven dat je erbij hoort? Of wat geeft jou het gevoel dat je er juist niet bij hoort? Want als je dat duidelijk hebt, dan weet je wat er veranderen moet. En als het goed is, heeft deze club ook een club-eigenaar en een club-leider. En een van die twee hebben jou toegelaten in de club. En ik ken de club niet, ik weet ook niet over welke club je het hebt. Maar ik ben best wel bij veel clubs al geweest. En dat zijn eigenlijk stuk voor stuk wel hele toffe mensen. En wat ik zou doen is eerst, vraag je eerst eens af waar jij behoefte aan hebt. Om ervoor te zorgen dat jij dus bij de club hoort, weet je. Is dat meer dat ze jou één op één aanspreken? Of dat ze meer reageren op jouw Discord berichtjes? Of dat er meer met jou gesproken wordt als je een uitje hebt? Maar vraag je ook eens af, hoe doe jij in een uitje? Dus je hebt een uitje en jullie gaan iets leuks doen. Wat doe jij dan? Blijf jij gewoon ergens langs de kant staan en laat je iedereen praten en doen? En doe jij gewoon wat er gevraagd wordt? Of typ jij actief mee en praat je eens met die en praat je eens met die? Of sta je erbij en keek je ernaar?
Want ook hierin is het belangrijk, wat je zaait, is zal je oogsten. Weet je, als jij heel erg op de achtergrond blijft en niet zelf actief meedoet, dan zullen mensen ook niet heel actief met jou meedoen. En, want als iemand daar ergens staat en die doet niet echt mee of die typt niet echt mee, dan, ja, waarom zou je dan geen reageren? Want misschien wil die helemaal geen aandacht of misschien wil die wel gewoon een beetje met rust gelaten worden. En typ jij nou wel actief mee, maar heb jij zoiets, nou, en typ jij nou wel actief mee en ben jij wel volgens jou actief ermee bezig, dan zou ik me toch eens afvragen, wat verwacht jij dan? Wat geeft jou dan het gevoel? Wat heb jij nodig om het gevoel te krijgen dat je erbij hoort? Weet je, en als je dat voor jezelf eens duidelijk maakt en dan eens kijkt wat er gebeurt binnen de club. Hè? En dan krijg je daar ook wat meer duidelijkheid mee. Weet je, want dan weet je ook, stel, jij hebt zoiets van, nou, weet je, ik voel me pas binnen in de club als dus iemand mij een berichtje stuurt op Discord of een antwoord geeft. Of als ik met een club uitje dat iemand naast mij komt staan en tegen mij alleen begint te praten. Dan zou ik, als ik jou was, dat soort momenten op gaan zoeken. Weet je wel, ga dan met een uitje ergens staan en degene die naast jou staat, die heet misschien Riley. Ik noem maar even wat. En dat je gewoon zegt, hey Riley, was leuk hè, de vorige keer tijdens de vorige club uitje. Wat vind jij het leukst om te doen? Ga een praatje maken. Maak een praatje met degene die er zijn, weet je. Want je hoeft niet gelijk de hele club aan te spreken. Je pakt gewoon iemand eruit. En als dat allemaal niet lukt, dan kan je dus, wat ik net wilde zeggen, de club-eigenaar of de clubleider gewoon even een berichtje sturen van, joh, ik zit hier in de club en ik heb het gevoel dat ik er niet echt bij hoor. Wat kan ik doen? Weet je? Want ik vind deze club zo onwijs gaaf. Maar weet je, ik vind het lastig. En dan kunnen ze je daar ook mee helpen. Weet je? Dus ik zou nu nog niet een andere club aanmaken. Geef het nog even een kans. Zorg voor jezelf dat je even duidelijk hebt wat je wel en wat je niet nodig hebt om erbij te horen. En kijk het nog even aan. Want vaak is het zo, iets wat je erbij niet bij. Het is vaak iets wat in je hoofd zit. Het is je gedachte, het is je gevoel. En je moet weten waar dat vandaan komt, want pas dan kan je er een oplossing voor vinden. Ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik heb er weer een aantal gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Blijf vooral je mailtjes sturen en de berichtjes via Discord. En bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video. Doei!